Welkom bij het Omroep Tilburg Kermisnieuws. Mijn naam is Noor Seesmans. De laatste dag van de kermis is het een mooi moment om terug te blikken. Kermiswethouder Erik de Ridder liet weten dat het een editie was met een lach en een traan. Er zijn eigenlijk niet genoeg momenten te bedenken om stil te staan bij de vreselijke gevolgen van deze ramp en de slachtoffers zijn gevallen. Ik ben trots als ik de beelden terugzie op de nationale tv en op de lokale en regionale omroepen. Trots om te zien hoe hier een kwartier lang de kermis heeft stilgelegen en met een enorm respect wat daar is getoond door exploitanten, horecaondernemers en niet te vergeten de bezoekers van de Tilburgse kermis. Tilburg kan trots zijn op de beelden die daar zijn uitgezonden. Ja, het is een kermis met ups en downs geweest. En een lach en een traan. We kunnen er niet omheen dat deze kermis voor altijd verbonden zal zijn aan de vliegramp in de Oekraïne. En daarnaast kunnen we er ook niet omheen dat deze kermis een slechte start heeft gehad met de brand op de vrijdag van de opening. Maar tegelijkertijd, als ik kijk naar de sfeer op straat, het zeer beperkt aantal aanhoudingen ook bijvoorbeeld, dan is het gewoon een topkermis geweest met een goede sfeer, weinig gedoe. En gewoon, wat dat betreft, een geweldige kermis. Ja, het was iets rustiger dan vorig jaar. Met name in het begin van de kermis hebben we daar last gehad van het te warme weer. Dan wel regen op Roze Maandag. Maar je ziet eigenlijk bijvoorbeeld het laatste weekend, is eigenlijk top. Dus nu hoor je niemand meer over tegenvallende bezoekersaantallen. En dan zie je dat alles overziend ongeveer op 1,3 miljoen mensen uitkomen. Ik zelf heb er natuurlijk heel veel van gemerkt, want heel veel dingen zijn voor mij echt nieuw geweest. En ik heb daar ook gewoon open opgesteld. Ik heb met veel exploitanten gesproken over hun ervaring op de kermis. Je ziet dat zij vaak al heel vaak op Tilburgse kermis hebben gestaan. En hier ook graag komen. En ik wil het graag houden. Dus voor mij gaat het alles aan gelegen zijn om de kwaliteit en de beleving van de Tilburgse kermis op peil te houden. En daar zullen we keuzes in moeten gaan maken de komende tijd. Een absoluut hoogtepunt moet ik zeggen, was mijn ritje in de turbine. Het was een ritje van een paar minuten, maar ik heb er de hele avond nog last van gehad. Ik ben daar gewoon niet voor gemaakt voor dat soort dingen. Maar desalniettemin, de kick was geweldig. En iedereen die ervan houdt, die raad ik hem van harte aan. Niet alleen zijn er prijzen te winnen voor de bezoekers, maar ook voor de kermisexploitanten valt er iets te winnen. De winnaar is verzekerd van een plek op de Tilburgse kermis in 2015. De prijs voor de superexploitant en kermisprijs ging naar de Happy Clowns en de Bootjesmolen. De uitstraling van de attractie en zoals ik met de kinderen omga, dat het best wel een beetje uniek is. Ik maak ieder rondje een show van en ik doe het met heel veel plezier. Ook de kermisexpo is in de prijzen gevallen. En daar zijn wij heel erg blij mee natuurlijk, want na 13 jaar winnen wij eens een keer de prijzen hier. Hè. Het is hier echt kijkwerk, dus dat kan je zien aan de bezoekersaantallen. We zitten hier bijna aan de 20.000 nu al. Hè. Super, dat straalt uit. Hè. Dat kan je buiten alles zien. Gastvrijheid, vriendelijkheid, ja, precies, ja. Alles wat erbij hoort. Nette dame en met een prachtige accommodatie. Het mooiste huis van Tilburg is Koning Willem II-paleis. En daar ben ik best trots op hoor, dat we hier al 9 jaar staan. Ja, we zijn ook hartstikke trots op dat we met mogen winnen. Dus ja. Je hebt twee prijzen, hè? Eentje voor de super-exploitant en de kermisprijs. Ja, dat klopt. Super-exploitant. Dit is natuurlijk ook een eer om dat te krijgen natuurlijk. Omdat, van de zoveel exploitanten die er zijn, dat jij dan toch een van de beste bent. Ja, daar ben ik wel heel trots op. En dat er zo'n jong iemand, eigenlijk dat hij dat dan mag winnen. Dit was het laatste Omroep Tilburg kermisnieuws. Ik hoop dat je met veel plezier hebt gekeken. Vanaf volgende week zijn we er weer met de gewone editie. Ik zie je dan ook graag weer terug. Tot ziens!